ontvang. We hebben een hele hoop prijsjes, hele hoop WhatsApp-berichten. En we moeten er verwelkomen. Goedemiddag, Miguru. Hey, goedemiddag. Mipopchi, alles goed met je? Zoveel liefde. Dat is Vaderdag, extra liefde. Okay. Ik krijg nog veel liefde van ons, maar extra is... Zo lekker. Is welkom. Wat een heerlijk welkom altijd hier. Ja. Hoe gaan we met jullie? Hoe verrassen jij, hè? Een beetje, want ik ben net binnengekomen. Dus ik denk, had je een beat nodig? Huh? Een beat? Nee, ik ga het gewoon... Je gaat gewoon smooth zoals we je kennen. Puur natuur, natural. Moet ik direct erin of zo? Wat is het? Ja, dus dat zou handig zijn voor ons. Als het kan, of heb je nog tijd nodig? Nee, ik heb geen tijd nodig, maar... You know, it's like you need foreplay and then you go to the... Dat is waar. Nou, misschien kunnen we nog een prijs weggeven. Oh, nee. Dat soort voorplay bedoel ik niet. Nee, dus ik heb misschien toch even vragen stellen. we kunnen vrij tot de praten. We zijn live bezig op de radio. Ja. Anything goes. Jullie vandaag is Vaderdag. Ja. Maar, hoe is de dag voor jou? Laat me dat vragen. Mijn actie vast, toch? Ja, toch. Mijn odi toch. Srana fasi. Niet direct. Boom. Eén voet eerst erin, zegt oma. Dag, Sulile. Welkom. Dag, schatje. Hi. Special. Mm-hmm. Favioriet idee? Idee? Voor mij is het extra speciaal, want mijn vader is 3 maanden geleden overleden. Dus dit is eigenlijk mijn eerste vaderdag zonder hem. Dus toen je me vroeg van jou iets doen van vaderdag, toen dacht ik eerst van ja, oké. Maar toen dacht ik, tuurlijk moet ik het doen. You know, ik herdenk hem. En er zijn heel veel vaders nu die extra steun nodig hebben, voel ik. Weet je, ik zei net van, ik heb het een beetje benauwd als ik aan vaders denk tegenwoordig. Because of the whole social pressure dat je hebt als man zijn. And you know, you gotta carry the family, you gotta do the thing. And we leven in serious times nu, weet je. En als man, als ik ook naar mijn vader kijk. Kijk, the whole picture was in place. Maar als je gaat kijken naar de emotionele kant van mannen, is er vaak een knik. Weet je, want je bent vaak niet geleerd om je te uiten en te ventileren. En juist in deze tijden, waar er ook zo weinig aandacht wordt besteed aan mentale gezondheidszorg, dan denk ik aan de mannen, weet je. En niet alleen de mannen die hun sperma hebben geleverd voor dat kind. Maar ook de mannen die kinderen hebben die niet hun kinderen zijn, die ze opvoeden. De mannen die ooms zijn, die vaderfiguren zijn. Weet je, de mannen die lijden. De mannen die weten dat een dochter opvoeden is eigenlijk een voorbeeld zijn. En niet alleen in praten, maar hoe ga je met moeder ook om? Hoe ga je met je eigen moeder om? Het is een tijd van bezinning en een tijd van dankbaar zijn ook. Dat je een vader hebt gehad of hebt. Al is hij nou een klootzak of wat dan ook. You're 50% father, 50% mother. So then be thankful that he chose your mother to have you. You know, dus ergens toch wel dit lichtpunt. En ik heb het ook te doen met de mannen die het juist goed doen. Want vaak zeggen ze van ja, die mannen zijn daar goed zitten dan. Dat zijn heel veel ook. Maar we moeten ook denken van ja, wie heeft deze man ook opgevoed? Er zijn veel alleenstaande vrouwen die mannen opvoeden. Hè? En dan diezelfde mannen zeggen, we zijn dagoes. Dus wat zegt dat over ons als vrouw? Klopt. You know, dus dat soort dingen, dat vind ik die foreplay dat nodig is. Dankjewel daarvoor. Ik luisterde zo naar je met Lucky dan. En ik voel het gewoon in mijn veins. En ik denk van, ay, wauw. Een vrouw die het gewoon kan zeggen. En niet dat je het alleen zegt hoor. Er zijn gewoon genoeg die dat ook zeggen. Maar zeker. Er zijn genoeg die de andere kant laten zien. En weet, vaak genoeg is het negatieve dat prevaleert boven het positieve. Dus je moet ook echt een beetje goed kijken van wat goed is en wat slecht is. En als iets slecht is, moet je niet alleen zeggen dat het slecht is. Maar ook kijken, wat is je bijdrage die je kan leveren om dat te verbeteren. Ja toch, dus niet alleen staan, weet je. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Nee. Want dat is society nou. En dan zitten we te zeuren op Facebook, maar dan gaan we op de straat en zeggen we iets. Nee, we zijn net, ik weet niet, maar als ik hierover begin, dan gaan we verder. We moeten gewoon take responsibility, you know. En die mannen die het ook allemaal op hoekjes zeggen van ja, we up, ting, ja, leuk. Dat is anatomisch en God heeft het zo geregeld dat als je met een vrouw naar bed gaat en je laat, dat kan een kind komen, ja. Maar dat zegt niets. Vader zijn, weet je wat dat is? Het is meer dan een land regeren eigenlijk. Denk aan Tori.
Kan je ons meer geven voor Denka Tori? Je bent weer bezig geweest. Je bent in de pen geklommen. Zijn we ready? Ja, deze pen was van vorig jaar. Dus toen leefde papa nog. En dit is voor jou, papa. Alle papa's. Papa's die nog papa moeten worden. En mensen die papa's hebben. I meditate on the immortality of fathers like mine, knowing they're followed by example, not advice. Knowing that the first man in our lives, influence of our rhythm, existence, life. I meditate on the immortality of fathers setting aside society's misplaced pride, them fathers. Them fathers that guide, protect, and provide. Them fathers. Them fathers that give us the dream to be future. Reminding us that we are the wildest dream of our ancestors' line. But sometimes we the children are stressed with empty spaces where we seeking fathers. There, but not there. There, but denied. Obstructed with no storyline. Not there. Papa, 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 papa. Laying around in the lost and found. It's there where the measurement of your greatness is found. Knowing that there is something magical in your little scraps of fathers of fathers of fatherless fathers always seeking for fathers. Yes, I meditate on the immortality of fathers like mine, them fathers filling our storylines, knowing that it takes someone special that adds. Not an anchor to just hold us back, not just a sail to take us there, but a guiding light. Sail away, sail away, sail away. Fathers like mine, they never die. Dat is opgedragen aan alle vaders voor vandaag in onze Vaderdag special door Solile. En je voelt gelijk met alle moleculen en atomen in jouw lichaam dat het komt vanuit een goede bedoeling. En geïnspireerd ook op basis van haar eigen gevoel en ervaring met mannen en vaders. En ik denk dat het voor zichzelf spreekt wat je allemaal heb voorgedragen voor alle vaders vanmiddag. Mm-hmm. Ja, ik neem het als een compliment. Het komt altijd uit het tenen en het gevoel. En ik wil het gewoon geven als cadeau, weet je, like a reminder. Door al die, weet je, ruis heen. We zijn net hamsters in een rat nu. Thinking about surviving, but sometimes you gotta sit back and realize die goten die je in handen hebt. Weet je, want we geven het te snel weg. Denk even na wat je hebt en wat je ermee gaat doen. Vaders, ik hou van jou. Dankjewel, Solile. Alsjeblieft.